van mijn broer af. Maar vind je me wel knap genoeg? Dan let ik toch helemaal niet op. Oh, wat zijn dat nou voor dingetjes? Mag ik eens kijken? Afwachten! Afwachten! Alleen studenten die dit tekenen mogen hun studie voortzetten. Studenten die weigeren, die worden naar Duitsland gestuurd voor de arbeidseinsatz. Moeten wij ons eigen geweten verloochenen? Er komt een moment waarop een mens moet zeggen tot hier en niet verder. En dat moment, beste vrienden, is aangebroken. Over 2 maanden studeer ik af. Jij moet je studie ook afmaken. Nou, dan vind ik het heel dom als we mee gaan doen aan zo'n protest. Onze Joodse docenten hebben ze al van ons afgenomen. Een van onze vrienden is geïnterneerd. Onze hogeschool wordt overgenomen. En dan wordt er 1 ding van ons gevraagd. En jouw antwoord is dat je gaat toegeven. Ik hoop wel dat jij de dingen doet omdat je dat wilt. En niet omdat je bang bent dat ik je anders niet meer leuk vind. Ik wil wat wij nu hebben niet zomaar op het spel zetten. Die beslissing, die moet jij nemen. Ik ga de verklaring tekenen! Ik ben bang, Victor. Bang dat ik mijn studie niet af kan maken. Bang dat ik naar Duitsland moet. Bang. Ook al kunnen we de afloop niet bepalen, we kunnen kiezen waar we voor staan en we kunnen meedoen. Wat jij hebt gedaan is goed geweest. Heb je getekend? Ja. Waarom? Om dezelfde reden als jij.